Kaal zijn heeft zo zijn voordelen. Ik ben Johan Cruijff! Ik ben Johan Cruijff! En dat ik toen als manneke van drie op dat podium ook wel iets optreedachtigs heb staan doen eventjes. Ja, ja. Tot hilariteit van een paar omstanders. Wat in mijn beleving natuurlijk een enorm succes was. Afwas gedaan. Ja, inderdaad. Kunnen zien hoe lang ik over een paar woorden doe. Ja, nou, je praat erbij. Hè? Dat ja, gaat. Precies. Dus ik vond het bij nummer 20 wel genoeg. Soms laat ik mijn eigen gebreken ook niet buiten beschouwing. En soms zijn de gebreken van anderen misschien ook wel de gebreken van mezelf die ik me erin herken. En wat zijn jouw gebreken? Dat meen je niet! Ja, echt waar. Een heel album vol. Ja, dat vind je dan leuk als je 21 bent. Ja. Angry Young Man-achtige aanstellerij. Waar je dan natuurlijk graag mee koketteert. Maar ook wel een collectors item al met al. Als je week in, week uit of dag in, dag uit op en neer loopt. Dus die drie cafés waar dan een paar would-be artiesten zitten. Dan schiet je daar verrekkers weinig mee op. Die volledig kale kop had, net als Kojak, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Die zat dan in de stoel op de buurt en ik mag het. Die zat dan op de grond te spelen. En zag ik die kale man, dat kale hoofd van die man als een soort volle maan boven die stoel uitkomen. Kun je dat herinneren? Ik kan me herinneren dat die man een keer een pot zure leverworst meenam, dat een os op de aanrecht stond. En ik kan me ook herinneren dat mijn vader de huiskamer binnenkwam en tegen mij zei: die kale meneer die hier altijd komt, ja, die is dood. Dan maken wij een aminozurenketen en dan schrijven wij op AZ, 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 Willem II, AZ, AZ. Dus alle Jezus flauw, maar gewoon dat hoofd van die man, die manier van praten, dat abrupt omdraaien, Willem II, dat is natuurlijk helemaal geniaal.